Alle wedstrijden van de Ajax-jeugd van afgelopen weekend begonnen met een minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Gerry Muren. Een mooi eerbetoon aan de befaamde technicus. En wij zien in het toekomstjournaal van deze week onder meer de C1 van Ajax thuis tegen FC Emmen. En het wordt al vroeg in de wedstrijd 1-0. Het doelpunt is van Arie Halou. De nummer 8 van de ploeg van Peter van der Veen. Dan een corner voor de C1 van Ajax. Anderson Lopez die de bal voor gaat geven. Niet goed uitverdedigd en de kopbal van Matthijs de Ligt komt terug via de lat. En gaat alsnog naast in de rebound. Beetje apart gezicht, thuisshirts en broekjes die horen bij het uiten nu. Maar daar gaat het uiteindelijk natuurlijk niet om. Nunnally hier aan de bal. Het afleggen op een invaller. Deibis Owusu en die scoort. 2-0 in de tweede helft. En dat is volkomen terecht gezien de verhoudingen op het veld. Nog een invaller, Arquinho Bel. Lichaamsschijnbewegingen uiteindelijk naar de achterlijn voortrekken. En het is 3-0. Het slotakkoord van de wedstrijd is van een andere invaller, Justin Kluivert. En dan gaan we naar Eindhoven. Niet voor het eerste, niet voor Jong Ajax, maar voor de B1 van Ajax. Zij speelden tegen PSV B1. De beelden zijn van PSV TV. De voorzet is van Gino Dekker. Die wordt niet goed weggewerkt. En de goal is al heel snel in de eerste minuut van de wedstrijd, na 45 seconden om precies te zijn, van Marcus Bai. Hier is hij weer, Bai, met een mooie paas richting Abdelak Nouri. Nouri met een mooie paas buitenkant rechts richting Adam El Idrissi. En het is nog voor rust 2-0. Goeie aanval van Ajax. Nouri, El Idrissi en Dekker. Dit is de tweede helft. Dilrosun aan de bal. Nouri legt hem af op Dekker. Dekker, die ook al wedstrijden speelde in de A2 dit seizoen, trekt hem voor. Knap voor zelfs. En Nouri met het hoofd zorgt voor de 3-0. Knappe voorzet van Vince Gino Dekker en Nouri scoort. PSV doet ook nog wat terug dit duel. Ze krijgen een eretreffer. De bal op rechts. Zoekend naar het schot en de ruimte. Mooi steekpaasje. En daar is de goal. De paas was van Lundqvist en Philip Rommens maakt de 3-1. Het mag niet meer baten, want het blijft 3-1 in Eindhoven voor Ajax. En dan gaan we door naar de A1 van Ajax. Zij speelde thuis tegen FC Utrecht. En let goed op, want het gaat heel snel in het begin van de wedstrijd. Dit is Leroy Owusu. Goed weggedraaid bij zijn tegenstander. Owusu trekt naar binnen en krolt de bal met rechts in de verre hoek achter doelman Barry van der Brink. En na 4 minuten dus de voorsprong voor de A1. Goeie goal van deze linksback van Ajax. Weer Owusu die de aanval opzet nu. Elton Akolatse hier aan de bal. Makkelijk voorbij zijn man. Voortrekken en het doelpunt uiteindelijk van Quincy Menig. Dit is 2 minuten na het openingsdoelpunt overigens. En de aanwezige supporters die laten snel naar thuisfront weten dat het hard gaat met de scoren. Dit is een paar minuten na de 2-0. Amrabat aan de bal. Hij glijdt uit en corrigeert dan. Melvin Vissers wordt vastgehouden. Het is een penalty voor Ajax en de rode kaart voor Sofian Amrabat. Quincy Menig is er als de kippen bij om die bal te pakken. Hij gaat hem ook inschieten. Menig voor de 3-0. Nee, Van der Brink stopt. Maar wat een openingsfase. En FC Utrecht moet dus 80 minuten lang door met 10 man. En dat terwijl ze al kijken naar een 2-0 achterstand. Dit is Akolatse. Mooie actie. Akolatse, wat een doelpunt van Elton Akolatse. Prachtig hoe die vrijkomt en prachtig hoe die de bal in de verre hoek krult. En meteen daarachteraan is ook de 4-0 in de maak. Quincy Menig gaat goed door, omspeelt de keeper. Menig kan scoren. Bal wordt geblokt op de lijn, maar uiteindelijk via de keeper schiet Elton Akolatse de bal binnen. Iets minder mooi deze goal, maar wel 4-0. En hij zal tevreden zijn, Orlando Trustful. Zijn ploeg verloor eerder in de week in Barcelona met 4-1.
maar maakte wel een goede indruk. En nu dus een 4-0 voorsprong. FC Utrecht krijgt ook een penalty. De overtreding is van Melvin Vissers. En het duurt even voordat hij hem krijgt. Maar het is dus een penalty voor Utrecht. 2 minuten voor rust. Hamza Boukari achter de bal. Hij benut het buitenkansje. De eer is gered voor FC Utrecht. Nog voor de rust. En het is dus 4-1. Na rust een aantal invallers, waaronder deze Jordi Bruin. Speelt de bal naar de linkerkant. De voorzet is er. De bal komt uiteindelijk terecht bij Ezra Walian. Via Geraldo Becker overigens is het Walian. Die scoort de spits van de A2. Scoort dus ook bij de A1. Dat was de 78ste minuut. Hier is weer Becker. Becker vindt Walian. Walian vindt zijn ploeggenoot van de A2, Jordi Bruin. En die heeft een keurige stiftbal in gedachten. En voert dat ook goed uit. Jordi Bruin bepaalt de eindstand van de A1 op 6-1.